We zijn heel vaak als gelovigen op zoek naar wat kunnen we nu doen voor onze buurt of voor onze stad. Hoe kunnen we de mensen met wie we leven, met wie we wonen, met wie we werken, hoe kunnen we die op de een of andere manier in aanraking brengen met de Heer Jezus, met de liefde die wij ook hebben ervaren. Hoe kunnen we ze bereiken? En dan zegt de Bijbel, er is eigenlijk maar één manier waarop je ze echt kunt bereiken en dat is door voor hen te bidden. Jeremia 29, vers 7. Israël is in ballingschap in Babel, woont te midden van mensen die niks van God of geloof moeten hebben. En dan zegt de Heere God door middel van de profeet Jeremia tegen hen: bid tot de Heer voor de stad waarin ik je gezonden heb. Wat kun je doen voor je omgeving? Je kunt voor hen bidden. En dat is niet zoiets van, nou ja, we weten niet wat we moeten doen, dus laten we maar bidden. Nee, dit is hoe het begint. Dit is het hart van missionair christen zijn. Van bewogen zijn met je omgeving. Bid voor hen. Breng ze iedere keer opnieuw voor de troon van God. De mensen uit je straat, de mensen uit je dorp, de mensen uit je stad. Bid voor je stadsgenoten, bid voor de stad. Regelmatig rij ik hier rond. Ik woon hier in Maastricht. En dan ga ik in mijn heuvel boven Maastricht ga ik dan staan. En dan zie ik die stad voor me liggen. En dan smeek ik God of hij die stad onder zijn hoede wil nemen. Of hij de stad wil zegenen. Of hij er echt voor al die mensen wil zijn die ik niet kan bereiken. En ik geloof dat er een belofte is. Dat God zegt, bid tot de Heer voor de stad waarheen ik je gezonden heb. Dat hij dat niet voor niets zegt. Maar dat hij daar dan mee aan de slag gaat. Daarom is de oproep vandaag, bid tot de Heer voor jouw dorp, voor jouw stad.